Ik wil het beste feestje, de meest perfecte party. Jij bent niet uitgenodigd, oh nee, jij mag niet komen op mijn superfeestje, de meest perfecte party. Jij bent niet uitgenodigd, want jij bent niet perfect. Nee, Marieke niet, die is zo lomp. Schop natuurlijk alle glazen op, ook Reinier niet, want die kijkt scheel. Let maar op, die houdt niet alles heel. En Machtel, nee, die kleedt zich raar. Er zitten altijd van die klitten in de haar. En Bas dan, die heeft ADHD. We lachen hoor, maar op een feestje nee. Oh, wie moet ik nou vragen? Wie geef ik straks een kaartje? Ik wil het beste feestje, de meest perfecte party. Jij bent niet uitgenodigd, oh nee, jij mag niet komen op mijn superfeestje, de meest perfecte party. Jij bent niet uitgenodigd, want jij bent niet perfect. De lijst met namen wordt wel heel erg kort, maar sorry, ik wil dat het super wordt. Dus Lotte misschien, die gaat nog wel, hoewel ze is toch wel een echte tuttebel. Alleen Jeroen, die blijft nog overdag. Maar ja, ik weet niet zeker of hij wel kan. Ik vraag me nu eigenlijk af of ik wel op een eigen feestje komen mag. Oh, wie moet ik nou vragen? Wie geef ik straks een kaartje? Ik wil het beste feestje, de meest perfecte party. Dus ik ben niet uitgenodigd, oh nee, ik mag niet komen op mijn superfeestje, de meest perfecte party. Ik ben niet uitgenodigd, want ik ben niet perfect. Dit feestje wordt wel heel erg klein, wanneer er geen perfecte mensen zijn. Maar op zijn minst toch moet ik erbij, dit feestje is tenslotte toch van mij. Maar ben ik blijkbaar goed genoeg, dan ook Reinier en Bas en ook Jeroen. En Lotte mag niet, ja en zelfs Marieke, Jan, Jaap, Kees en Els. Ik weet wie ik ga vragen. Stuur iedereen een kaartje. Oh, oh. Ik wil het beste feestje, de meest perfecte party. Uitgenodigd. Jij en ik, wij mogen komen op ons superfeestje, de meest perfecte party. Iedereen is uitgenodigd, want niemand,